Nu gaan we tonen hoe je een lijst kunt maken met opsommingstekens. Eerste lijst met de ingrediënten. Aangezien ingrediënten een titel wordt zometeen, moet ik nu broodtekst toevoegen en dat wordt dus een nieuwe alinea. Hard return. Eerste ingrediënt is natuurlijk 1 snede brood. En opgelet, we geven een harde return. We maken een nieuwe alinea voor het tweede ingrediënt. 1 snede gerookte zalm. We geven weer enter, harde return, nieuwe alinea voor het volgende. 1 tomaat. Weer een enter. 1 ui. Weer een harde return en kappertjes. Nu gaan we hiervoor opsommingstekens plaatsen. Dat doe je als volgt. Je selecteert al deze 5 alinea's, deze 5 ingrediënten. En op het tabblad start, groep alinea, rol je opsommingstekens uit. Je kan nu een opsommingsteken aanwijzen en dan krijg je onmiddellijk een vooruitblik over hoe het er zal uitzien. Ik stel voor dat we kiezen voor de ingrediënten voor zo'n vinkje. We gaan hetzelfde doen in de tweede kolom van deze tabel bij de materialen. Weer een harde return voor het opstarten van de broodtekst. Eerste gereedschap is natuurlijk een snijplank. Harde return, enter, snijmes. We zien ook ondertussen dat Word zelf een hoofdletter toevoegt. Weer enter, harde return en dan natuurlijk een broodrooster, omdat we moeten kunnen roosteren. Goed, we gaan nu ook hier weer kiezen voor opsommingstekens. Ik selecteer alle alinea's die van een opsommingsteken moeten worden voorzien. We rollen dit hieruit en je kan zelfs kiezen om een nieuw opsommingsteken zelf te maken. Dat kan met een afbeelding, dat kan ook met een symbool. En wij zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een dergelijk pijltje. Oké. En weer oké. En dan zien we dat de materialen inderdaad vooraf zijn gegaan door een dergelijk opsommingsteken. Wat er me nu nog een beetje tegenhaalt, dat is die randen hier die de tabel aangeven. We gaan die randen afzetten. Dat doe je als volgt. Je zet je cursor ergens in die tabel. Je gaat rechts klikken en dan gaat er natuurlijk een snelmenu open. En een van de opties daar is randen en arcering. Nu moeten we wel even opletten. We hebben hier een tabblad randen, pagina rand, arcering. Dus zorg ervoor dat u zeker op het tabblad randen zit. Kunnen we daar kiezen voor geen en oké. De randen zijn weg, maar er is wel degelijk een tabel nog aanwezig.